Als je niet bekend bent met waar dit over gaat en wat we willen doen met dit project, dan raad ik je aan om deze video te sluiten en de introductieaflevering te bekijken. Dat is het eerste filmpje dat ik op mijn channel heb geüpload en daarin leg ik het concept uit achter deze serie van podcasts. Ik heb nu mijn eerste gast bij me, waarvan ik zeer verhuld ben en vervreugd om die te kunnen verwelkomen. Ik zal die gast het woord geven, zodat hij een kleine introductie kan maken en iets over zichzelf kan vertellen. Mijn naam is Gijs Ol. Ik ben jouw broertje, dus vandaar dat ik hier ook gekomen ben op deze podcast. Want ik had gehoord dat je dit wou doen en ik vond het een goed idee. Dus sterker nog, je had het van mij persoonlijk gehoord. Want ik had je uitgenodigd. Ja. Nee, maar ik vond het een goed idee, dus ik dacht van, laat ik mijn beste beentje voortzetten om dit project van de grond te helpen. Ja, nou, je beste beentje. Prototype interview. Ja, nee, je beste beentje is zeker gezet om zomaar even uitdrukkingen te verneuken. Ja, we hebben al een klein beetje voorbereid. Namelijk, je had zelf al bedacht hoe je het wou doen. Nou, ik heb zelf ook al in een introductiefilmpje uitgelegd dat de gast altijd heel veel ruimte heeft om zelf invulling te geven in de structuur en vorm van de episode. Mm-hmm. En dat heb jij op die manier ook gedaan. Dus Gijs, hoe gaat deze podcast eruit zien? Nou, zoals je zei, ik zal eerst wel even mezelf een introductie geven. Ja. En ja, zover ik begrepen heb, gaat het hier over om maar meer over mij een achtergrondverhaal te krijgen. Van hoe ik in het leven sta en hoe ik door het leven ga en wat ik interessant vind en wil gaan doen met mijn leven. Ja. Dat is een beetje hoe ik het geïnterpreteerd heb. Ja, dat klopt. Als dus, ik je ook in de reden mag vallen. Natuurlijk. Aangezien dit ook een beetje de eerste episode is waar we nog een beetje experimenteren. We hadden in het gesprek voorafgaand aan deze podcast ook wel bedacht, wat is nou een soort van het doel van de podcast of wat willen we bereiken? Maar jij vroeg op een andere manier ook wel eerder van, wat voor nut heeft het voor de gast? Want dit is niet een gigantisch televisieproject waar we gigantisch geld mee verdienen. Maar wat voor nut heeft het voor de gast? Maar dan geef ik eigenlijk antwoord op beide vragen tegelijkertijd. Namelijk, ik interpreteer het idee van, wie ben je? Breder dan normaal. Namelijk wie je bent kan soms ook gewoon zijn, wat zijn de gedachten die in je hoofd omgaan als je gewoon in het dagelijks leven over straat loopt. Ja. Dus daar gaan we mee bezig. Maar goed, Okay. Ik ga ophouden met lullen en ik laat de schipper aan het roer staan. Akkoord, dankjewel. Nou oké, voor in brede zin wie ik ben. Ik ben student. Ik studeer bestuurskunde in Den Haag. Ik ben 21 jaar oud. En wat ook wel voor mij een ding is van hoe ik nu in mijn leven sta, is dat Den Haag is eigenlijk helemaal niet een stad waar ik een sociaal leven heb. Je woont dus in Den Haag? Ja, precies. Waarom woon je daar? Daar woon ik in een kamer, gewoon omdat ik daar studeer. En mijn ouders die wonen in Groningen. En ja, ik ben dus echt toen ik ging studeren, ben ik uit huis gegaan om daar te gaan studeren en daar te wonen. Ja, en hoe oud was je toen je vanuit je ouders uit huis ging? Toen was ik 19. Okay. Dus vandaar ook dat ik heb nooit echt een sociaal leven opgebouwd in Den Haag. Want ik had al mijn vrienden in Groningen en een van mijn vrienden die is bijvoorbeeld naar Utrecht gegaan. Mm. Maar niemand in Den Haag en daar heb ik ook niet echt de moeite genomen om vrienden te maken. Ja, je zegt dus je had veel vrienden in Groningen en niet in Den Haag. Wat is dan het verschil dat daarin ligt? Waarom kon je in Groningen wel veel vrienden maken, maar in Den Haag niet? Wat is het verschil in factoren? Ten eerste denk ik dat het op de middelbare school gewoon veel makkelijker was om vrienden te maken. Omdat ik daar gewoon mensen, daar op de middelbare school ben je nog jong en dan ontmoet je mensen in je klas en dan ga je heel makkelijk socialiseren. Ja. Maar dit kan een soort van ontkenning van mezelf zijn. Maar een tweede ding is dat ik in Den Haag niet echt actief niet de moeite neem om vrienden te maken. Hmm. Omdat het voor mij heel makkelijk is om Den Haag als sociale stad of als studeerstad te hebben en Groningen als sociale stad. Maar had je in Groningen dan wel de gedachte gehad dat je actief de moeite had genomen om vrienden te maken? Sorry, in Groningen bedoel ik. Nou ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, dat is altijd wel een ding. Ik bedoel, in ieder geval, als je iemand aardig vindt bijvoorbeeld en die wil je bevriend mee zijn, dan ga je diegene ook echt vragen of je af wil spreken en dat soort dingen. En dat doe ik eigenlijk niet in Den Haag. Nee. Als ik een leuk iemand ontmoet of als ik uitgenodigd word door iemand om ergens heen te gaan, dan doe ik het vaak niet. Ja. Omdat ik het heel makkelijk vind om, zeg maar, Den Haag is de stad waar ik studeer. Ja. En Groningen is de stad waar mijn sociale leven is. Ja. En dat is voor mij eigenlijk een heel erg een soort van
makkelijke scheiding van werelden, zeg maar. Mm. Waardoor ja, dan... ik ook beide werelden gewoon serieuzer neem op zichzelf. Ja, dus way. Daarom blijven die associaties ook bestaan. Dus misschien is het dan wel zo dat je daarom ook in Den Haag voor jezelf het gevoel hebt gecreëerd van... ik kan hier sowieso minder makkelijk vrienden maken, omdat het die associatie heeft van studeerstad. En dan Groningen heeft die associatie van partystad. Het zou best wel kunnen dat het onderbewust een rol speelt. Ja, terwijl, maar ik, het is ook, ik heb er ook niet echt een probleem mee. Nee, ofzo, nee. Dus okay. In die zin is het ook een ding dat zichzelf enforced, als het ware. Omdat ik zichzelf er zelf ook zichzelf ondersteunt, ja. Als het ware. Omdat ik er ook zelf wel vrede mee heb en er ook wel... werk van maken om het zo te laten, zeg maar. In ieder geval voor mijn studieperiode. Oké. Okay. Nou ja, en dus dat was even een grote afsplitsing van wie ik ben. Ik bedoel, zo'n grote big deal is het voor mij vind niet. Je, dus vind je dit verhaal niet een groot deel van wie je bent? Nou, het is wel een deel van wie ik... Nou, het is meer een deel van hoe ik in het leven sta. En niet, hoe ik, niet van mijn persoonlijkheid of zoiets. De fysieke maar het is nu locaties. Mijn, ja, het is nu gewoon mijn omstandigheden. Ja, oké, omstandigheden. Dat is een goed woord. Ja. Ja, van wat ik qua persoonlijkheid wel over mezelf zou echt zou kunnen zeggen... is dat ik mezelf identificeer als escapist. Dat vind ik een heel mooi fancy woord. Toen kwam ik een keer in een Nederlands les, hoorde ik van dat woord. En dat sprak me meteen aan. Wat betekent dat woord voor jou? Een escapist is iemand die het, zeg maar... leuk vindt om te ontsnappen aan de echte wereld. Ja. En een beetje in de fantasiewereld probeert te duiken, zeg maar. Maar wat is dan de echte wereld en wat is de fantasiewereld? Nou, dus hoe ik mijn escapistisch gedrag, zeg maar, wat ik dat... mijn gedrag dat ik escapistisch vind, is bijvoorbeeld boeken lezen of computerspellen spelen of films kijken. Ja. En dat zijn ook echt hele grote hobby's van mij. Dat is waar ik veel van mijn vrije tijd aan besteed. Ja. Dus... en dat is dus, zeg maar, ontsnappen aan de echte wereld. Ik bedoel, als je een boek leest, dan ben je niet meer bezig met de fysieke wereld om je heen. Maar dan ontsnap je naar een soort van fantasie. Okay. En dan probeer je daarin te duiken, okay. Zeg maar. Maar dat geeft dan ook wel een beetje antwoord op mijn oorspronkelijke vraag. Want ik vroeg wel aan jou van, waar ligt de grens tussen de echte en de niet-echte wereld? En dan noem jij fysiek. Ja, dus, precies. Dus misschien wat je kan detecteren met je zes zintuigen, zeg maar. Dat zou ik als de echte wereld klassificeren. En dan de niet-echte wereld is de droomwereld waaraan je... ja, materieel zou je ook wel kunnen zeggen. Maar bijvoorbeeld videogames zou ik ook als een ontsnappingswereld klassificeren. Ja. Maar, dat is dan een product van iemands fantasie, zeg maar. Mm. En een soort van afbeelding daarvan waar ik me dan... in verlies. Ja, zeg maar. Want ik ken jou dan al wel goed. Ja. Ik weet ook wel wat voor soort boeken jij leest en games dan zou spelen. En dat zijn dingen die vaak fantasie-element hebben, maar dan fantasie in de zin dat ze bijvoorbeeld fantastische wezens of werelden bevatten. Ja. Zoals orks en trollen en veeën en magie en dat soort dingen. Ja. Maar ik zit nog even te peinzen aan wat je zei over fysiek en niet-fysiek. Want stel je voor... je ziet een andere persoon voor je en die andere persoon die ontsnapt op dezelfde manier als jij dat doet met boeken en films. Maar het genre wat zij leest is wel dingen die gegrond zijn in onze wereld, namelijk gewoon romans. En bijvoorbeeld zo'n roman van de drama van Anna die haar moeder verloor op jonge leeftijd en dat soort dingen. Gewoon zo'n boek, zeg maar. Ja. Maar daar ontsnapt ze dan ook veel in. Maar ik zou dan kunnen zeggen dat dat veel meer slaat op onze fysieke werkelijkheid vergeleken met jouw boeken over trollen en vee en magie. Of zou je zeggen dat dat wel dezelfde fantasiewereld is omdat het niet fysiek om je heen is? Want zo probeer ik een beetje te begrijpen wat jij bedoelt met fysiek en niet fysiek. Ja, precies. En dat is wel een moeilijke vraag. Ik zou zeggen dat inderdaad mijn fantasie dingen waar ik van hou, zoals draken en dingen. Ja, dat is wel een hele basisdescriptie, maar dan weten mensen waar het over gaat in ieder geval. Basisbeschrijving. Maar dat is dus wel veel meer gewoon echt ontsnapping aan de realiteit dan bijvoorbeeld gewoon een detective roman of zo. Meer. Ja, okay. Dus dan zeg maar, mijn fantasie gaat dan niet over hoe je anders bent dan je bent in de echte wereld. Maar het gaat echt over hoe een wereld anders zou zijn dan deze wereld, zeg maar. Ja. En dat is veel, ik weet niet waarom ik dat aantrekkelijker vind, maar dat is gewoon een soort aanleg die ik daarvoor heb, dat ik dat heel leuk vind. Ja,
precies. Bijvoorbeeld Lord of the Rings is dan een voorbeeld van iets dat ik heel erg leuk vind. Omdat het gewoon zo'n compleet nieuwe wereld voorstelt, ja. Zeg maar. Je hebt natuurlijk ook mensen die schieten daar heel ver in door. Bijvoorbeeld als je gameverslaafd bent. Mm. Wat dan veel gezegd wordt over gameverslaafden is dat zij juist willen ontsnappen omdat ze problemen ervaren in hun dagelijks leven en in hun werkelijkheid. En daar kunnen ze niet mee omgaan. En daarom willen ze ontsnappen naar een wereld waar ze zich wel gemakkelijk voelen en wel comfortabel voelen. En goed. Nee, dat, daar herken je je daarin. Die analoog heb ik natuurlijk vaak gehoord van mensen. Omdat voor mij ook wel risico is dat ik een gameverslaafd iemand zou zijn. Of, ja, want een escapist. Als je een escapist bent, dat heeft al een enigszins negatieve ondertoon in de zin van probeer te ontsnappen aan de wereld, weet je wel. Maar ik zou van, ja, ik bedoel, je kan er natuurlijk nooit 100% zeker van zijn, maar ik zou voor mezelf meer zeggen dat het gewoon een hobby is. En niet een hobby tot in het ziekelijke, zeg maar. Ja. Dus ik zou zeggen dat, ik bedoel, bijvoorbeeld als ik me ergens heel erg slecht over voel, dan ga ik niet een computerspel spelen om, zeg maar, die gevoelens te ontduiken. Maar dan analyseer ik gewoon mijn gevoelens en dan probeer ik daarmee om te gaan. Dus het is niet echt een, het zou kunnen, ik bedoel, ik kan nooit ontkennen dat ik het onderbewust doe, maar zover ik het ervaar is dat niet het geval. Dus tot zover fantasy en escapisme, maar misschien komen we er later nog wel op terug, omdat ik denk dat die twee dingen voor jou wel belangrijk zijn. Ja. En dan fantasy natuurlijk als mijn fantasie in mijn hoofd, maar ook fantasy als in een genre van boeken en films, maar goed. Ja. Het is gewoon mijn vrije tijdsbesteding eigenlijk. Ja. Maar ja, daar ben ik wel benieuwd naar trouwens. Nog wel één vraagje daarover. Dat heb je ook wel als je bijvoorbeeld je dagelijkse saaie ding doet. Bijvoorbeeld je zit in de metro naar de studie of je zit boodschappen aan het doen of je zit op de wc of zo. Mm. Heb je dan wel dat je ook in je hoofd veel tijd besteedt aan denken over magische werelden of zo? Ja, heel erg. Ja? Ik heb ook bijvoorbeeld wel eens van, ja, als ik bijvoorbeeld in een tram zit, dat is echt de perfecte situatie waarin ik dan gewoon ga nadenken van oké, wat als ik nu gewoon een magier was in één keer. En, serieus? Ja. En dat ik in een hele grote woestijn terecht kwam. En ik kon zand manipuleren, cool. Maar ik kon geen water vinden. En er waren ook allemaal andere mensen die ook allemaal magisch zijn. Weet je wel? En dan dat je gewoon zeg maar een soort van eigen verhaal in mijn hoofd creëer, waarin ik dan, okay. Van hoe zou ik dan in deze situatie. Dus dat is eigenlijk wat ik ook wel eens van andere mensen over hoor. Is dat ze hetzelfde doen, maar dan in sociale situaties bijvoorbeeld. Of op hun werk of zo. Maar ik heb dus eigenlijk totaal niet dat ik, weet je wel, in mijn eigen hoofd doe ik dan eigenlijk meer gewoon met fantasiewerelden. Dus ja, ik bedoel dat. Maar je bedoelt dat andere mensen iets soortgelijks doen, maar dan meer in de echte wereld. Ja, zo, maar wat zouden dan daar voorbeelden zijn? Nou, bijvoorbeeld, weet je wel, van als je, van wat zal ik, ja, ik kan me niet heel goed voorbeeld bedenken, maar ik zou me voor kunnen stellen van dat je een nieuwe broek hebt of zo. En ja, ik zou okay. denken van, wat zal ik zeggen als iemand zegt dat hij mijn broek lelijk vindt? Of zo, weet je wel. Ja. Maar dat is dan heel simpel. Ik bedoel, ik denk niet dat andere mensen zo simplistisch zijn. Maar zeg maar, ik heb dan soortgelijke dingen, maar dan total fantasy. Ja, zeg maar. Nou, leuk. Ja. Ik bedoel, en daar schaam ik me ook niet voor. Want ik bedoel, ik heb niet het gevoel dat het een soort van onderdrukking van mijn gevoelens is. Dat ik niet in deze wereld wil leven of zo. Want dat is totaal niet. Maar ik bedoel, ik ben gewoon een soort van klein jongetje die gewoon zit te dromen over dat hij een prins is en een kingdom. En maar zo, dat is natuurlijk misschien ook maar een onterecht idee dat zoiets bij kleine kinderen zou moeten horen. Ja, nee, maar ik bedoel, ik relativeer het. Zeg maar. Ja, oké. Okay. Je had ook nog iets wat jij belangrijk vond in de wereld. En zoals ik het nu zeg, gaat het een beetje open voor interpretatie zijn, maar aan jou de taak natuurlijk om dat helderder te maken. Namelijk, je had aangegeven dat wat voor jou belangrijk is, is menselijke vooruitgang. Ja, precies. Het heeft wel, dat is ook wel grappig, het heeft ook wel heel erg een link met dat escapisme en dat fantasiewereldje. En dat zou ik misschien ook wel een kritiek op mijn beeld op menselijke vooruitgang kunnen zijn. Is dat ik te veel in termen van een utopia denk waar we heen moeten. Maar ja, menselijke vooruitgang, en dat slaat dan voor mij heel erg op politiek. Van wie is dat we? Waar we heen we moeten? De mens. De mens. Ja. Dus alle 7 miljard mensen. Ja, het gewoon menselijke ras. Dus de mensen van nu en de mensen van de toekomst. Ja. Wat ik bedoel met menselijke vooruitgang is dat we toch uiteindelijk bijvoorbeeld de ruimte moeten koloniseren. En dat is, als je denkt, een heel erg toekomst. Maar als je denkt aan heel erg nu, is dat we
meer uitvindingen moeten hebben op medisch grond en waterzuivering, het voorkomen van milieuvervuiling en ook sociale ontwikkelingen moeten hebben als meer eenheid in de mens en minder sociale ongelijkheid. Besef ik dat ik ook heel erg daarin mijn eigen politieke voorkeuren gegrond zijn. Maar wat mijn basis... Wat zijn die voorkeuren dan? Ik ben heel erg links. Dus wat is ik ben links? Heel erg voor een grote overheid. En heel erg tegen het kapitalistisch systeem van vrije markt. Ik geloof niet echt dat dat ooit kan werken. En dat marktsystemen ook gecontroleerd moeten worden door overheden. Sociale zekerheid heel erg belangrijk is. En dat een overheid dat ook heel erg... Dat een van de grootste taken is van de overheid. Dus dat zijn jouw politieke voorkeuren? Yeah. En wat voor rol speelt dat in die visie van de mensen moeten samenwerken? Nou, dat zeg maar... Mijn ultieme doel is dat menselijke vooruitgang... Dat altijd moet voortgaan. En natuurlijk de meningen over hoe dat moet gebeuren... kan heel erg verschillen. Dus mijn politieke overtuigingen zijn dat... op de manieren die ik net noemde, dat daardoor menselijke vooruitgang bereikt kan worden. Maar ik kan me natuurlijk beseffen dat iemand anders daar een andere mening over heeft. Van bijvoorbeeld, er moet een vrije markt zijn. Dus ik besef alle nuances in mijn hoofd. Dat is ook altijd, daarom vind ik het ook interessant om hierover na te denken. Omdat je altijd denkt van, hoe kan de mens nou vooruit gaan? Dan heb je heel veel manieren waarop dat kan. En daar ook weer heel veel tegenwerpingen op. Dus daarom is het zo'n ontzettend interessant onderwerp. Ja, wat zijn dan bezwaren die je zelf zou kunnen bedenken aan dat verhaal dat je net vertelde? Nou, bijvoorbeeld met dat als je zegt van de mens moet uiteindelijk een eenheid zijn die samen vooruit gaat. Dan heb je natuurlijk heel veel bezwaren zoals cultuur en religie en dat soort dingen die allemaal in conflict met elkaar kunnen zijn. Ja, ik denk dat de meeste mensen denken dat... culturen en groepen, dat die nooit één kunnen worden. En heel veel mensen denken ook dat het heel belangrijk is dat bepaalde groepen hun eigen culturele normen en waarden blijven behouden, omdat die diversiteit belangrijk is. En sommige mensen zullen ook denken dat hun religie of hun cultuur of hun tradities, dat die iets zijn dat ze nooit kwijt willen raken en nooit kwijt moeten raken. En ik ben het daar dus mee oneens. Maar ja, op die... Zeg maar, als je op dat terrein komt van religies en cultuur en zo, dan is het heel moeilijk om zeg maar rationeel het ermee oneens te zijn. Omdat het uiteindelijk niet meer een rationeel verhaal wordt, maar meer een soort van ethisch verhaal. Van bijvoorbeeld, zijn de regels van de islamitische staat beter dan die van de westerse maar staat? Maar vertel je dan zelf wel een rationeel verhaal? Nou, ik zeg dan, zeg maar, ja, daarom. Dus ik zeg op dat punt dat ik geloof dat de westerse staat een beter... In ieder geval de westerse staat nu beter is dan de islamitische staat. Laat je staat nou zelf toevallig een westerse opvoeding gehad hebben. Ja, wat precies. Een toeval. Ja, precies. Gewoon, dus zeg maar, omdat ik me dat realiseer, is het ook... Wordt het op dat terrein heel moeilijk om zeg maar heel concreet te zijn in wat je nou precies wil. Ja, net zoals dat kleine afsplitsing van de protestantse kerk. Al die mensen geloven ook dat die afsplitsing van de protestantse kerk de beste manier is om christendom uit te oefenen. Ja. Maar dat allemaal terzijde, wat ik bedoel met menselijke vooruitgang, is dat ik wel, ondanks dat het zo moeilijk is, vooral op cultureel, sociaal vlak, geloof ik toch dat het menselijke vooruitgang is of uitsterving van de mens. Ja. En menselijke vooruitgang, ja, ik bedoel, zolang je het utopische idee hebt van we leven allemaal in één staat samen en iedereen is happy en iedereen is gelijk. Zolang je dat idee hebt en daarnaar streeft, dan kom je toch steeds dichter bij de echte wereld. Ja, dus eigenlijk ook een soort klassiek communistische utopie. Namelijk dat zo alle arbeiders evenveel waard zijn en overal hetzelfde doen. En... Maar zo... dat is in deze omgeving natuurlijk niet mogelijk, omdat... Ja, dat kan je niet eens voorstellen van hoe dat zou kunnen. En daarom noem je het ook een utopie. Van nu zou het bijvoorbeeld niet kunnen dat een loodgieter... Dat is dan een klassiek argument dat een loodgieter evenveel verdient als een groot manager van een bedrijf of zo. Dat werkt niet in deze maatschappij. En dat is ook oneerlijk, in a way. Maar in die utopie zou dat dus wel moeten kunnen. Maar dat is dus heel lastig om dat te concretiseren.
dan schiet me wel een vraag te binnen. Namelijk al die ideologieën en al die visies waar je het net over had. Het zijn natuurlijk best wel grootse beelden en plannen. Yeah. Heb jij ook het gevoel dat als je daar vaak mee rondloopt, dat het ook een invloed heeft op je gedrag in het dagelijks leven? Want dat staat natuurlijk wel heel ver af van, ook terugverwijzend naar waar het mee begon, die fysieke wereld. Gewoon het directe ABC of zo. Gewoon de concrete ruimte om je heen heeft het gevoel in de mensen die je ziet en je kent en de dingen die je doet. Gedraag je dan anders, is de vraag. Nou, ik weet niet of ik me anders gedraag, want ik heb natuurlijk altijd al deze dingen gehad. Nee, dus ik geen vergelijkingsmateriaal. Ja, ik gedraag me niet anders dan vroeger, omdat ik vroeger ook zo dacht, zeg maar. Misschien wat minder gearticuleerd en wel met wat minder, zeg maar, dingen die ik gelezen heb als achtergrond. Maar ja, ik bedoel, maar iedereen heeft wel een gevoel dat ze anders zijn dan anderen, weet je wel. Daar ben ik niet zo heel erg mee bezig, want was ik wel natuurlijk in mijn puberteit, had ik wel van heel erg van, ja, ik ben zo uniek en I'm a special snowflake en zo. Ja, ben je daar nu op teruggekomen? Ja, nu heb ik wel zoiets van, ja, ik kan wel gaan doen van, ik heb een eigen manier van denken en ideeën en zo. Maar dat heeft iedereen op zijn eigen manier. Ja, en dus daarom hebben we natuurlijk deze podcast. Ja, precies, om daar achter te komen. Ja. Nee, maar dat is dus, daar ben ik niet zo mee bezig. Ik bedoel, ik merk wel als ik in een groep mensen zit die totaal niet dezelfde interesses heeft dan ik, dat ik dan wel gewoon een beetje een buitenbeentje ben, zeg maar. Ja, maar dat heeft iedereen moeite natuurlijk moet doen om me aan te passen. Ja, maar ik bedoel, ik heb niet het gevoel dat dat me uniek maakt. Dus dat wat je uniek maakt. Dat ik anders ben dan andere mensen. Ja, dat klinkt wel gek. Ja, nee. Ik ben anders dan andere mensen, maar andere mensen zijn ook anders dan andere mensen. Ja. Dus ik ben wel anders, maar niet uniek. Dat, way, die laatste zin, dat klonk echt als zo'n tegeltjes wijsheid. Zo'n Delfts blauwe tekst. Ik ben anders dan andere mensen, maar alle andere mensen zijn anders van elkaar. Ja, precies. Van, je bent pas speciaal als je realiseert dat je niet speciaal bent. Het gaat echt diep. Maar anyway, ja, dus het zal vast wel invloed hebben op mijn sociale leven, maar daar besteed ik ook niet aandacht aan. Nee. Daar, nou, nee, maar als ik me daarmee bezig zou houden, dan zou ik daar ook niet gelukkig van worden. Nee, maar om even wat simpeler te praten. Je zegt dan, je maakt best wel grote uitspraken van alle mensen overal op de wereld, ongeacht hun land van herkomst en taal en cultuur en religie en sociale status, die moeten allemaal hetzelfde pad bewandelen uiteindelijk. Dat is, als ik je goed begrepen heb, is dat wat je ongeveer zei, toch? Nou, als in ja, hetzelfde pad bewandelen, dat is hoe je dat, vanaf hoe je dat interpreteert. Maar als in moeten gewoon in cohesie met elkaar samenleven en gewoon geen oorlog. Iedereen moet elkaar ook dezelfde regels volgen. Ja, wel hetzelfde wetten en dat soort dingen. Ja, nee, maar dat is dus, dat is wel, ja. Dat maar gaat ik bedoel wel dat ver, maar goed, mijn vraag was, stel je voor, je komt nu een radicaal moslim tegen of een Aziat die totaal andere normen en waarden heeft dan jij. Wat voor effect heeft die filosofie dan op de manier waarop je met dat soort mensen omgaat? Of ja, is er niet echt over nagedacht? Ik denk dat dat niet in hele grote mate effect heeft, omdat het alsnog een toekomstbeeld is. Zeg. Ja. Maar van ik realiseer me van nu bijvoorbeeld ook een baan in de publieke sector en zo. En ik denk niet dat ik in de publieke sector dan al meteen naar concreet dat doel ga handelen. Maar ik besef natuurlijk dat het een tijdsproces is. En als ik nu bijvoorbeeld een extreem moslim extremist tegenkom, dan ga ik niet zo doen van, hey man, ik waardeer je voor wie je bent en zo. Want dat doe ik natuurlijk niet met mijn. En ik besef ook wel dat het door mijn opvoeding en mijn waarden komt. Maar we zijn ook nog niet in die utopia. Dus ik ga ook niet in mijn dag tot dag leven handelen alsof ik daarin zit. Ja, oké. Okay. Nou, volgende puntje dat je ook al had aangegeven dat je leuk vond is een bepaalde fan genaamd Eamon Healy. Ja, wie is Eamon Healy? Het is niet alsof ik zijn fanboy ben of zo. Ik heb hem gewoon één keer gezien in een van mijn favoriete films, die heet Waking Life. Het is mijn favoriete film ooit, dus als iemand geïnteresseerd bent is in mijn denkwijze, dan moet hij dat zeker opzoeken. Maar Waking Life is een film en het gaat over de protagonist is een jongen en die zit vast in een droomwereld. En die heeft eigenlijk een eindeloze cyclus van droom op droom, waarin willekeurige figuren hem een soort van filosofisch verhaal vertellen. Eén filosofisch verhaal? Verschillende figuren vertellen één voor één enkel een
eigen filosofisch verhaal die ik compleet los van filosofische verhalen van andere figuren. Dus losse stukjes. Ja, allemaal losse stukjes die op elkaar volgen. En Eamon Healy is dan dus een neuroloog, iets met breinwetenschap. Mm-hmm. En hij is dus een figuur die in die film komt en hem vertelt over een filosofie. En die filosofie heet telescopische evolutie. Nou, ik ga niet die hele filosofie helemaal in detail uitleggen, maar waar het om neerkomt is dat als je naar de geschiedenis van de mens kijkt, dan zie je dat ontwikkelingen op zowel antropologisch als biologisch niveau een soort van... Wat betekent dat? Antropologisch is zeg maar cultuur en society van de mens. Society? Zeg maar. Ja, als in samenleving. Ja. Cultuur en samenleving. En biologie is dan biologische ontwikkeling van ons lichaam en hoe we op aarde zijn gekomen. Dus biologische evolutie is zeg maar het standaard idee van evolutie. Van we komen uit apen en apen komen uit een microscopisch punt in de zee. Dus je hebt twee dingen. Ontwikkeling in alle materiële dingen, hoe ons lichaam gevormd is. En ontwikkeling in de manier waarop we met elkaar omgaan. Ja, is dat precies. Wat je bedoelt? En ook hoe de mens, zeg maar, het intellect van de mens zich ontwikkelt. Intellect. In zijn, de geest van de mens, zeg maar, het denken van de mens zich ontwikkelt. Okay. In de context van haar samenleving. Dus de denkwijze van de mens, is dat iets lichamelijks of iets, een idee in je hoofd? Ja, een idee in je hoofd. Okay. En dat zou ook gelinkt kunnen zijn aan lichamelijks. Okay. Maar waar dat dus op neerkomt, die filosofie, is iedereen kent evolutie. Je bent een microscopisch celletje in de zee, dat vormt zich tot vis en dat loopt dan op land. En dat vormt zich tot een dinosaurier of een ander zoogdier of een zoogdier later. En dan wordt het een aap en die aap wordt een mens uiteindelijk. En dat is dus gewoon klassieke evolutie. Maar hoe je ook ziet is dat er een soort van telescopisch element in zit. Is dat het steeds, de ontwikkelingen steeds groter worden en in een steeds kleinere lengte. Bijvoorbeeld dat het microscopisch celletje, dat uiteindelijk echt een levend groot organisme werd met organen en eten in plaats van dat het alleen maar zonlicht op zich nam. Die gebeurde in een ontzettend lange tijd van miljoenen jaren. En dat dat beest op land kon lopen, dat duurde dan weer een kortere tijd. En dat het een kortere tijd vergeleken met... Met de tijd ervoor. Okay. En dat het weer nog een groter dier werd bijvoorbeeld, dat duurde dan nog weer korter. En dat het echt een beter brein kreeg, dat duurde dan nog weer korter. Ja. En dus de ontwikkelingen die worden steeds groter in een steeds kortere tijd. En dat zie je ook bij de ontwikkeling van de mens. Want toen mensen op aarde waren, en dat zou dus ook nog... Voor iemand die heel erg gelovig is bijvoorbeeld, dan kun je alsnog die ontwikkelingen van de mens zien. Dat de ontwikkelingen steeds groter werden in een kortere tijd. Bijvoorbeeld duurde heel lang totdat we het vuur uitvonden. Duurde een paar honderd jaar, ik noem maar random willekeurige tijden, maar dat duurde een paar honderd jaar. En dan van vuur tot landbouw, dat duurde nog korter. En van landbouw tot elektriciteit, dat duurde weer korter. En van elektriciteit tot bijvoorbeeld internet, dat duurde weer korter. Terwijl die ontwikkelingen wel heel groot zijn, die steeds gebeuren, ook al duurt het kortere tijd. Ja. Dus wat het idee is dat we uiteindelijk op een punt komen dat de ontwikkelingen van de dingen die we leren en die we kunnen steeds verder vooruit gaan in steeds kortere tijd. Dus uiteindelijk komt er een punt waarop je oneindig veel leert in een oneindig korte tijd. Dat laatste stapje volg ik niet helemaal. Waarom zou dat tekenen dat je oneindig veel leert in oneindig korte tijd? Nou, omdat bijvoorbeeld nu de tijd tussen internet uitgevonden en de smartphone, ja, dat duurde maar heel kort. Ja. Voordat het duurde in een generatie. Ja, dus je bedoelt, als je gewoon die lijn doortrekt, dan versnelt het zoveel. Ja, dat er precies. Op een gegeven moment een punt komt waarop het gewoon instantaan is. Ja, precies. Dan stel je voor dat je een ontwikkeling als de smartphone uitvindt in een tijd die zo kort is dat je niet eens realiseert dat de tijd voorbij gegaan is. Ja, en waarom heet dus, het telescopische evolutie? Omdat het, zeg maar net als met een telescoop, is het steeds meer inzoomend. Steeds meer, ja, het wordt steeds groter, zeg ja, maar. Ja. En dat is dus ook het ding van, als je uiteindelijk oneindig slim wordt in een oneindig korte tijd, dan ben je eigenlijk een soort van god. En dan zou iemand zeggen van, ja, maar als je kijkt naar de wetten van het universum, dan zou je niet een god kunnen worden. Want er zijn gewoon bepaalde restricties. Van als ik nu naar dit object kijk en zeg vlieg in de lucht, dan gebeurt dat niet. Want zo werkt het universum niet, ook als je oneindig slim bent. Maar wat dus ook de
volgende stap is, is bijvoorbeeld artificial intelligence. En dat we onszelf kunnen uploaden in een computer, ons brein. En dan dus ook in een computer ons eigen universum met onze eigen regels kunnen creëren. Ja, dat is ook dat, zeg maar, wat ik bedoel met menselijke vooruitgang. Is dat er zoveel mogelijkheden zijn die we niet beseffen. Die ons zo verder kunnen brengen. Die ons eigenlijk gewoon een soort van nieuw mens kunnen maken. Mm. En voor mij is dat heel erg interessant, van waarom zouden we dat niet willen? Volgens mij heb je nu toch wel de filosofie helemaal uitgelegd. Ja, klopt. Kort beeld geven. Maar dat, ik word er ook altijd heel enthousiast van als ik over deze filosofie mag vertellen. Ja, en maar ook wat ik als een soort van doel voor de mens beschouw. Ja. Wat voor betekenis heeft dit voor jou? Als in, nou, dit slaat ook weer terug op die menselijke ontwikkeling, van dit is eigenlijk de utopie die ik bedoel, van dat we een soort van goden worden. Dat het zo'n grote utopie is dat dit eigenlijk het uiteindelijke doel is van de mens en hoe bereiken we dat? En daar heb ik dan weer allemaal politieke ideeën over, van hoe dat beste bereikt kan worden. Dus met één staat en die gewoon één grote samenleving is waar iedereen met elkaar in vrede leeft, zodat we kunnen focussen op technologische en medische ontwikkeling en geen oorlog meer hebben en één wet die heel duidelijk is, waar we gewoon allemaal naar kunnen leven in vrede en dat soort dingen. Ja. En ja, waarom doe je dat? Ja, dus uit ethische overweging van je wil gewoon dat alle mensen die op aarde leven gewoon in vrede en vrijheid kunnen leven. En je wil gewoon dat, naar mijn mening, dat we iets kunnen bereiken dat beter is dan onszelf. Ja, en dat is die telescopische evolutie-idee. Ja, tijdens deze aflevering heb je een paar keer de woorden ethische overwegingen gebruikt. Mm. Wat bedoel je daarmee? Ik bedoel, dat is dus gewoon met kernfilosofie is van wat we ook eerder over hadden. Dat ik altijd wel, zeg maar, alles wat ik denk zo relativeer naar. Natuurlijk zijn er andere mensen die andere ideeën over hebben. Bijvoorbeeld het extreme geval van een extremistische islamiet. Die zou een hele andere visie hebben. Bijvoorbeeld, ik heb laatst een Als ik mag onderbreken. Jouw eerste antwoord was kernfilosofie. En ik herken dat wel een beetje, maar hoe ik zelf de uitspraken ethische overwegingen zou interpreteren, is dat het gaat om een kwestie van goed en kwaad. Waarin jij zegt, maar dat is ook wel hetzelfde. Ja, maar waarin jij dan zegt, ik weet wat het goede is. In tegenstelling tot het kwaad. Nee, maar al mijn, zeg maar, wat ik meer bedoel van dat is op ethische overwegingen, als in dat ik zeg dit allemaal nu, dat we dat moeten bereiken. Maar ik realiseer me dat het gebaseerd is op mijn beeld van wat goed is voor de mens en wat slecht is voor de mens, terwijl andere mensen daar andere beelden over kunnen hebben. En dat maakt het ook zo moeilijk en complex dat je denkt van, maar toch heb je wel een zekere zelfverzekerdheid nodig dat jij beter weet dan andere mensen dat wat zou het goede misschien is. Is dat ook wel mijn grootste flaw of mijn grootste nadeel of mijn grootste voordeel aan mijn persoonlijkheid, is dat ik wel heel erg het gevoel heb dat ik weet wat goed is voor de mens. Ja, want dat is natuurlijk een soort bezwaar wat dan meteen in me opkwam. Want als jij zulke grootse uitspraken doet, en dit geldt wel voor heel veel uitspraken in de politiek, en vooral op internationale politiek, als je verschillen hebt tussen culturen, dat jij die zelfverzekerdheid nodig hebt, waarbij jij zegt dat jij beter weet wat in iemand anders zijn best wil is dan die persoon zelf. Ik zeg het ook al beter te weten, maar ik zou dat natuurlijk nooit op iemand forceren of zo. Van, forceren? Het is niet mijn doel om, zeg maar, een politiek figuur te worden die mensen dwingt om te doen wat ik wil. Maar zou je niet zeggen dat ik zou mensen er wel willen van overtuigen en naartoe bewegen, maar niet forceren. Ja, maar zou je vandaar heb ik dus ook wel zelf mijn eigen ethische ik vind wel persoonlijke vrijheid belangrijk en ik zou nooit iemand. Maar zou je niet kunnen bedenken dat als je niet bereid bent als politicus om mensen te dwingen, om in ieder geval een bepaalde groep te dwingen om iets te doen wat ze niet willen. En ik zou zelfs wel zeggen dat dat een van de meest gebruikte definities van het idee van macht is. Mm. Dat macht is de mogelijkheid om iemand iets te laten doen wat hij anders niet zou doen. Yeah. En als jij zegt van ik respecteer persoonlijke vrijheid zoveel dat ik dat niet ga doen, wat je dan eigenlijk zegt is ik wil de macht om niet de macht te hebben of iets dergelijks. Wat vind je daarvan? Dat is wel niet een probleem. Maak je wel een punt.
Maar dat zou ik natuurlijk, ik heb daar wel ook een dubio over gezeten. Van wil ik eigenlijk wel politicus worden? Want wil ik eigenlijk wel, van is het allemaal wel mogelijk en realistisch? En nou, als jij... wil ik mensen, zeg maar, vertellen wat ze moeten doen en zo. Ja, maar als jij zoiets hebt van, ik wil wel graag deze ideeën uitdragen, maar ik wil niet mensen dwingen om iets te doen wat ze niet willen. Dan zit je misschien meer te neigen naar een ander soort beroep. Dan ja, iets van een blogger of een columnist of zoiets. Nou, van die zit alleen maar zo. Ik zat zelf meer aan een lobbyist te denken. Dat je zeg maar meer werkt aan maar relaties tussen organisaties. Ja. Van de grote vooroordeel dat mensen over lobbyisten natuurlijk hebben, is dat je een bankier bent die door een man in pak bent die door een bankier wordt ingehuurd en dan even lekker politici gaat omkopen, zeg maar. Dat is het standaardbeeld van lobbyist. Maar dat is niet zo. Maar, nee, wat mijn idee, want dat is ook heel groot, per se heel groot, maar dat is een deel van mijn studie bestuurskunde, komt ook public affairs. Dat is eigenlijk gewoon een soort fancy naam voor lobbyen, komt er ook in voor. En wat je eigenlijk gewoon als lobbyist doet, is dat je contactpersoon of een contactlegger tussen verschillende organisaties bent. Dat is voor mij wel een visie van hoe je in ieder geval die utopie van wereldvrede en samenwerking kan bereiken, is als je mensen in de lobbysector hebt die heel goed zijn in het verbinden van bepaalde organisaties met elkaar. Als je bepaalde organisaties met elkaar verbindt, dan kom je ook steeds dichter en dichter bij een wereldsamenwerking. En met organisaties bedoel ik niet alleen maar private organisaties, maar ook gewoon overheidsorganisaties en dat soort dingen. Yeah. Het is ook vooral lobbyen voor het verbinden tussen private organisaties en overheidsorganisaties. Maar ja, dat moet ik dus mijn weg in vinden. En ik heb ook heus niet dat ik mezelf wijs maak dat ik de grote man ga zijn. Hoeft ook niet. Nee, maar ik denk niet dat ik de grote man ga zijn die alles verandert of zo. Van ik zou zelfs als ik bij gemeente Groningen een baantje vindt als public affairs specialist of zo, dan zou ik nog wel gewoon in vrede met mijn leven kunnen leven. Maar ik ga natuurlijk wel gewoon zo groot mogelijk mijn best doen om mijn dromen waar te maken. Ja, om je dromen waar te maken. Ja. Hmm. En ook dat is dus ook van, we hadden eerder gezegd van, ik droom wel vaak over werelden die niet bestaan en zo. Maar als ik over de echte wereld nadenk, dan denk ik over zeg maar dit soort onderwerpen. Ja, dat is wel mooi dat eigenlijk op die manier alle thema's die voor jou belangrijk zijn, van fantasy en escapisme en politiek, dat die dus eigenlijk in jouw psyche... Nu zeg je zelf, ze zijn met elkaar verbonden. Zou je dat zelf ook wel zeggen? Ja, klopt ook wel. Okay. Ja. Maar misschien... En daarom ook misschien dat een criticus op mij zou zeggen dat ik een verloren dromer zou zijn. Ja. Zeg maar. Nou ja, dat accepteer ik als neemde kritiek in overweging. Ja. Misschien ja. Dat ik ouder, later wel een oudere, Noorsere man ben die zo is van de wereld niet zoals mijn dromen waren. Zo. Ja, want ik denk dat een bezwaar is dat het snel zou kunnen opkomen is, hé, maar al die praatjes, het is toch zo nutteloos om een beetje met van die utopische beelden te spelen. Ik bedoel, utopie gaat geen brood op de plank zetten. Ja. Of wel? Ja, dat hangt van je definitie van nut af. Ik bedoel... Wat is je definitie van nut? Nou, ik doe gewoon vooral... Dat is ook misschien dat escapistische ding. Van ik doe vooral dingen die ik leuk vind en interessant vind. Dus, ja. En daar heb ik ook wel de privilege voor gekregen met mijn... Ik bedoel, ik ben niet uit een verkeerde familie. Van mijn vader verdient gewoon goed. En ik leen wel voor mijn studie, maar ik kan gewoon aan de universiteit studeren. En ik heb gewoon een kamer. En het enige wat ik nu in mijn leven doe, ik hoef niet eens een baantje. Want ik kan toch lenen en dat later regelen. Weet je wel? Dus ik zit nu op een best wel ontspannen positie in mijn leven. Dat ik gewoon een beetje hier en daar studeren en voor de rest gewoon leuke dingen doen. Hoe voel je daarover dat je zo bevoordeeld bent? Nou, ik bedoel, af en toe heb je wel het idee van, ja, ik voel me wel schuldig. Ik bedoel, als ik echt perfect mens zou zijn, dan zou ik nu alles opgeven om gewoon mensen die niet hebben wat ik heb te helpen, zeg maar. Is dat echt zo? Zou je dat echt een perfect mens vinden? Dat je gewoon ik bedoel, dat als ik zeg maar echt zou opleven naar al mijn ethische waardes en zo, weet je wel, van mensen moeten gelijke kansen hebben en hetzelfde hebben, dan zou ik nu al veel fanatieker bezig zijn met die dromen. Dan zou ik bijvoorbeeld ook niet computerspelletjes spelen en boeken lezen, maar dan zou ik nu al vet actief zijn bij een partij en al bezig zijn bij de overheid en naast mijn studie ook nog allemaal andere dingen doen die relevant zijn voor mijn carrière, waarin ik dingen waar kan maken. Maar dat daaruit blijkt dus dat ik dat niet doe. Daaruit blijkt ook wel dat heel veel van wat ik zeg nog gewoon
gewoon nog dat jongetje is die droomt in plaats van de werkend man die echt een doel probeert te bereiken. Maar je hebt dus het dat over... is nu ook de kritiek die ik mezelf misschien zou kunnen geven, ja. Is gewoon van doe dan ook meer met wat je allemaal zegt dat je wil, weet je. Ja, maar je hebt het over een perfect mens. Vind jij dan dat een perfect mens een figuur is die heel gedreven ja, ik zijn leven zo echt, leeft dat hij één doel achtervolgt? Nee, maar ik bedoel ook niet echt te zeggen perfect mens, maar ik probeer er meer te zeggen. Als ik zo gedreven was voor dat gewoon alles wat ik net gezegd had over zeg maar menselijke vooruitgang en samenleven en dat soort dingen. Als ik daar echt zo gedreven voor was, dan zou ik nu wel meer doen om dat te bereiken. Ja. Maar dat doe ik dus niet. Dus eigenlijk een perfect mens is gewoon iemand die opkomt voor wat hij gelooft. En dat ben je niet. Nou, ja, maar, nee, maar dat perfect mens ja, okay. moet je gewoon vergeten. Ja, okay. Dat bedoel gewoon ik. Uitdrukking. Dat een perfect mens, dat is de subjectieve term. Die term neem ik terug. Maar ja, okay. Ik heb wel zeg maar dromen en ideeën, maar zo fanatiek ben ik ook er niet in dat ik 24/7 van mijn dag besteed om dat te bereiken. Zeg maar. Ja. Ik ben ook gewoon nog steeds die escapist die bezig is met zijn hobby's en wat hij leuk vindt. Heb je verder nog iets dat je kwijt wil om het af te sluiten? Nou, ten eerste viel dit interview ging veel soepeler dan ik verwacht. Mooi. Dat was wel mooi. Ik denk dat het wel potentie heeft. En ik ben ook wel benieuwd wat andere mensen zeggen. Ik heb ook meestal als ik over mezelf praat dat ik er helemaal niet concreet ben. Maar ik ga inderdaad gewoon over filosofie en dromen praten en zo. Maar dat is ook gewoon wie ik ben. Maar is dat dan misschien ook een soort kritiek voor jezelf over hoe je zou kunnen verbeteren? Of heb je er wel vrede mee? Nee, ik vind het wel leuk. Ja. Ik heb ook wel ben ook wel een nonchalante persoonlijkheid. Dat ik gewoon dingen aan mezelf gewoon accepteer zoals ze zijn. Ja. En als me iets niet aanstaat, dan verbeter ik het ook meteen. Dus. Ja. Maar dat is misschien ook wel een ding aan mij, is dat ik gewoon dat ik wel controle heb over mijn emoties en over hoe ik me over mezelf voel. En ja. Ik ben heel erg rationeel persoon, van ik droom wel veel, maar over de praktische wereld en mijn gevoelens en hoe ik in het leven sta, daar ben ik juist heel erg rationeel en controle over en zo. Dus. Maar je geeft aan, ik heb wel een zekere mate van bewustzijn van de manier waarop ik praat en de manier waarop ik denk. Wat zou je zeggen dat een nadeel daarvan is en een voordeel van de manier waarop je praat en denkt? Nou, het voordeel is dat ik heb dus echt controle over mijn emoties. Je zou dat kunnen bekritiseren als... Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je controle hebt over je emoties? Nou, bijvoorbeeld als ik een slecht cijfer op een tentamen heb gehaald, weet je wel, dat voelt natuurlijk altijd kut, ik heb weer gefaald. Maar dit is wel een christelijke podcast, hè? We zeggen hier geen scheldwoorden. Grapje. Oké. Maar ja, dat voelt wel jammer als je hebt gefaald. Het voelt wel naar. Ja. Maar, en ook bijvoorbeeld gewoon ergere dingen, zoals dat je oma doodgaat. Of bijvoorbeeld mijn oom, die heeft een verlamming aan zijn helft van zijn lichaam is verlamd. Okay. En toen is hij in het ziekenhuis beland. En ik heb hem laatst ook gezien, weet je wel. Dus als je... Bij dat soort, weet je wel, je hebt verschillende gradaties van hoe erg dingen het hebben. En dan heb ik het over erge emoties, maar je kan natuurlijk ook positieve emoties hebben. Als je een meisje zoomt op een feestje of zo, dan heb ik altijd heel erg controle in de sens dat mijn emoties en mijn rationele bewustzijn, voor gebrek aan betere term, staan een soort van naast elkaar, zeg maar. Mijn rationele bewustzijn is heel erg bewust van dat de emotie zich opdoet. Mm-hmm. Dus daardoor... Ik kan niet per se zeggen dat het boven staat, dat het boven emotie staat. Want dan zou je zeggen dat ik een emotie opkrop. Weet je wel, dat bijvoorbeeld mijn oom, zielige situatie. En dat ik dan denk, nee, die gevoelens, die voel ik nu niet. Ja, want dus ik wil ze kan, niet voelen. Ik kan ze onderdrukken. Nee, maar dat heb ik juist niet. Of ik zou het wel kunnen doen, maar dat doe ik niet. Ik heb meer gewoon dat mijn rationele bewustzijn heel erg gewoon de emoties kan analyseren en... zien wat het is en dat opgaan. Maar dat neemt, zeg maar, die emotie neemt dan niet mijn denken over. Maar mijn denken... Ja, duidelijk. Ervaart de emotie gewoon. Dat is dus een voordeel, maar wat is dan een nadeel? Het nadeel is, denk ik, dat ik wat minder... Ik zou mezelf als een empathisch persoon omschrijven. Bijvoorbeeld als iemand in een... Wel of niet? Wel. Dus als iemand in een nare situatie zit, dan voel ik wel heel erg voor die persoon. Maar op emotioneel gebied ben ik dan misschien wat minder begrijpend of zo. Ja. Zeg maar als je het in woorden aan me uitlegt, dan kan ik dat, dan heb ik empathie voor en
kan ook wel met mensen praten over hun problemen en zo. Want dan heb je weer die rationele mind die zeg maar goed is in de emotie analyseren. En ik wil niet egoïstisch zijn, maar ik heb gewoon het gevoel dat ik dat wel kan. Maar bijvoorbeeld intuïtief Je bedoelt narcistisch, denk ik. Als een niet te vlijend tegenover jezelf. Precies. Maar wat ik dus niet goed kan, is dat ik intuïtief aanvoel wat iemands gevoelens zijn. Als iemand zeg maar heel erg gevoelig is, kan ik dat niet intuïtief aanvoelen. Als ik je mag onderbreken, want ik vroeg het ook eerder van voordeel en nadeel over die denkwijze. En jij antwoordt nu meer, denk ik, over het algemeen gewoon hoe ik ben als persoon. Maar we hadden aan het eind van het gesprek een soort van mooie samenvatting van hoe alle thema's in deze podcast voor jou met elkaar verbonden waren, namelijk dat visie en dat fantasie en dat ontsnappen en dat voorstellen. En voeg daar dus van over van nou voordeel en nadeel. Maar ik denk dat je ook al wel een hint geeft van hoe dat een nadeel kan zijn. Want zou ik dan gelijk hebben als ik zeg dat jij dus minder goed kan meeleven met de emoties van een ander, omdat je al gewoon een beetje te veel met je hoofd in de wolken zit? Nee, want daar interpreteer je het dus fout van. Het is niet meeleven met emoties. Zeg maar, als ik weet wat iemands emotie is, dan kan ik ermee meeleven, zeg maar. Ja. Want ik begrijp ook emoties wel, ik heb ze zelf ook wel. En als je ze uitlegt, dan zie ik ze. Maar wat ik dus niet goed in ben, is intuïtief zien dat iemand op het moment heel erg een gevoel ervaart. Ja. Zeg maar, dat is heel erg het ding, want ik ervaar mijn gevoel op een heel erg rationele manier. Als iemand anders die dat niet doet, een gevoel ervaart, dan zie ik dat niet, omdat ik dat zelf niet doe. Hmm. Maar als ik dus een voorbeeld kan noemen. Als ik dus gewoon iemand ergens ontmoet die gewoon op dat moment heel erg met een gevoel zit. Van bijvoorbeeld voelt op zich op dat moment heel erg verdrietig. En als diegene niet aan het huilen is, maar die zit gewoon in een stoel en die voelt zich vet verdrietig. Dan merk ik dat nooit. Ja. Ik ben dan niet zo van gaat het wel goed of zo. Ja. Dus diegene moet dan echt tegen me zeggen dat hij het goed voelt. En ik heb ook heel vaak blunders gehad in mijn leven. Dat ik niet aan iemand zag dat hij zich op een bepaalde manier voelde. Ja. En dat ik daardoor een heel erg ongemakkelijke situatie kwam. Dus dat is wel een heel groot nadeel aan dat ik zelf zo rationeel over mijn gevoelens ben. Ja. Dan is het heel moeilijk om dat aan anderen te zien wanneer ze dat niet zijn. Zeg maar. Ja, nou, oké, duidelijk. Nou, dan wou ik het hierbij afsluiten, de podcast. Maar de luisteraar die het helemaal heeft geluisterd, ik wil je echt hartstikke veel bedanken. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat iemand zo geïnteresseerd in mij zou zijn. Nou, in ieder geval zou ik het zelf ook heel leuk vinden, want dit is natuurlijk de eerste episode van het grote project. Nee, ja. Ik vond het zelf heel goed gaan en ik kijk er naar uit om het te bewerken en op YouTube te zetten. Ik ben benieuwd hoe het wordt. Daarbij de outro. We'll be right back.